Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks bespreken we belangrijke elementen van het internationaal recht. Met in deze video de verschillen en overeenkomsten tussen internationaal en nationaal recht. We beginnen bij de verschillen. Het eerste verschil is dat de rechtsbronnen tussen internationaal en nationaal recht anders zijn. Het internationaal recht bestaat namelijk uit vier rechtsbronnen: namelijk internationaal gewoonterecht, internationale verdragen. Besluiten van internationale organisaties en jurisprudentie en algemene rechtsbeginselen. De nationale rechtsbronnen zijn de wet, jurisprudentie, gewoonterecht en algemene rechtsbeginselen. Er zijn echter ook nog andere verschillen tussen internationaal recht en het nationaal recht. Internationaal recht kent bijvoorbeeld geen sterke overheid of centraal gezag, zoals dat bij nationaal recht wel het geval is. Het internationaal recht wordt namelijk uitgeoefend door de lidstaten zelf. Een groot verschil is hierbij uiteraard ook het volk. In de nationale rechtsorde worden de belangen centraal van het nationale volk behartigd. In het internationale rechtsorde zijn er meerdere volkeren verbonden aan het recht. Een ander belangrijk verschil is dat het nationaal recht in beginsel geen betekenis heeft in het internationaal recht. Andersom is dat natuurlijk wel het geval. Er zijn echter ook overeenkomsten, of beter gezegd raakvlakken, waarop de scheiding minder duidelijk wordt tussen internationaal en nationaal recht. Zo heeft het internationale recht betrekking op de rechtspositie van natuurlijke personen. Ook heeft het internationale recht betrekking op onderwerpen die ook door het nationaal recht worden geregeld. En daarnaast stellen staten een nationale rechtsorde open voor de toepassing van internationaal recht. Kortom. Het internationaal recht en het nationaal recht lijken niet zo strikt gescheiden te zijn. In de volgende video gaan we verder met de verschillende stelsels en de verhouding tussen internationaal en nationaal recht. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.